Ik ben Rick de Bakker. Ik woon in Essen. Ik ben op een paar dagen na 79. Ik ben getrouwd en ik ben gepensioneerde bediende. Ik kweek Australische prachtvinken, goldamandien, een prachtig vogeltje, een stil vogeltje, geen grote lawaaimaker, zingt ook niet, het chilpt al jan maar een beetje. Ik wist niet dat die geluid maakte en ik kwam thuis met mijn hoorapparaten en nu hoorde ik die vogeltjes. Ik zeg, kijk, die maken toch geluid. En ik had altijd tegen de mensen gezegd, ja, en ze maken geen geluid hoor, je wordt er niet van wakker. En nu kon ik dat horen. En wanneer ik 's morgens in de kooi kwam, ja, dan zeg ik, goeiemorgen mannen. En die antwoorden dan, ja, op hun manier met chip, chip, chip. Mijn gehoorprobleem is begonnen over ongeveer een 15-tal jaren. Dat mijn vrouw harder moest roepen. En dan een jaar of 10 geleden, dan ben ik voor de eerste keer in aanraking gekomen met Lapère. En ik heb die ingetikt, Lapère. En dan kreeg ik het adres van Brasschaat. Daar zijn mijn eerste oorapparaten gemaakt. Pas perfect. Je voelt niet dat je zin hebt. Je ziet ze niet uit. Het draait je ook niet, dat zie je ook niet. S'avonds doe je die uit. Ik poets eerst en dan zet ik die in het laadtoestel. En 's morgens zijn die geladen en dan kunnen we weer terug een hele dag voort. Ik ben niet heel tevreden, want wanneer dat ik deze oorapparaten mee thuis kwam, ik stapte uit mijn auto en ik hoorde een merel fluiten. En ik hoorde een mus chirpen. Dat was jaren geleden dat ik dat nog gehoord had. En de natuur is zo schoon. Van vogeltjes en beestjes die je hoort en ziet. Maar dat je die kunt horen, dat is toch zo fijn.